Hi, mijn naam is Jaëla en ik ben jullie Church News reporter voor vandaag. Ben jij vandaag voor het eerst in de Dome of op een van de campussen? Dan willen we je extra welkom heten. Voel je thuis en heb je vragen? Dan kun je deze stellen aan een van onze pastorale medewerkers. Je kunt ze herkennen aan hun badge. En na Church News wordt aan je gevraagd om even je hand omhoog te houden. We willen je dan graag wat geven. Klaar? Pak je smartphone, pen of papier of onthoud het volgende heel goed, want we gaan door naar de mededelingen. Hey! Jij daar? Ja, jij! Heb jij je al ingeschreven voor Teencamp 2019? Vandaag staan we in de foyer klaar om al jouw vragen hierover te beantwoorden. En heb je hulp nodig? Trek dan even aan ons jasje. Dan kijken we even hoe we je kunnen helpen. Het wordt echt een toffe week. We chillen met elkaar, we eten met elkaar, er is muziek, we brengen tijd door met God. En het heeft echt een impact op onze levens. Ik ben er en ik hoop jij ook. Ik zie je zo meteen in de foyer. De zomervakantie staat weer voor de deur en wij hebben een paar leuke zomertips voor je in petto. Maak eens een campustour. De campussen zitten namelijk in prachtige steden waarbij je na de meeting van alles kunt doen. Bijvoorbeeld jezelf wanen tussen de Zeeuwse mosselen of geniet van een historisch Leiden, waar het allemaal begon voor onze apostel. Maak een leuke boottocht door Leerdam of Dordrecht. Pak een nostalgisch terrasje in Breda. Verken de stad en omgeving van Gouda met een leuke segway. Of plan een fiets- of wandelroute in Zoetermeer. Lees je liever een goed boek tijdens je vakantie en ben je er nog naar eentje op zoek? Dan hebben wij een vakantieleesvoer voor jou. Onlangs is het boek van Apostel Holder God van Hoop uitgebracht. Heb je deze nog niet gelezen? Dan is het een echte aanrader. Een perfect formaatje dat heerlijk wegleest en je geestelijk helemaal oplaadt. Neem ook eens een kijkje in de web of boekshop voor eerder uitgebrachte boeken. Maar als boeken niet echt iets voor jou zijn, dan kun je natuurlijk ook naar onze podcast luisteren via iTunes of Spotify vanaf je stretchbedje. De laatste zondag van de zomerperiode sluiten we af met de jaarlijkse zomerbarbecue. Dat betekent puur family time. Lekker chillen, eten met elkaar en gezelligheid. Het duurt nog even, maar noteer 25 augustus alvast in je agenda. In de maanden juli en augustus organiseren wij van Campus Zoetermeer Sweet Lake Gospel Fire Weeks. We hebben al vaker evangelisatieacties gehouden en hier komen altijd mooie getuigenissen uit voort. We zien hoe God mensen krachtig aanraakt gewoon op straat. Dit keer gaan we 4 vrijdagen in juli en augustus de straat op om Gods liefde bij de mensen te brengen. Ben jij lid van Levende Steen Ministries? Heb je een hart voor evangeliseren of wil je hierin uitstappen? Dan ben je van harte welkom om hieraan deel te nemen. Je moet je wel nog even opgeven via de website, zodat we met je in contact kunnen komen en je deel kunt nemen aan de evangelisatietraining. De training zal worden gegeven op dinsdag 2 juli op Campus Zoetermeer om 19:30. Opgeven kan via lsm.nl/evangeliseren. See you there! Dit was Church News voor vandaag. Je kunt alles nog een keer bekijken op onze website of YouTube-kanaal. Een fijne zondag en tot de volgende keer!